Hoi, leuk dat je meekijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de favoriete producten bespreken van de maand september. De maanden gaan zo hard en ja, het september is alweer voorbij, dus het is tijd om te bespreken wat er in dit mandje zit. Het lijken best wel veel producten, ik weet het zelf ook niet helemaal meer, want dat is eigenlijk altijd een beetje het feit. Ik test zoveel dat ik soms ook niet meer weet wat er nou precies allemaal in zit. Maar ik ga je gewoon laten zien wat er aan producten in dit mandje zit. En ik vertel je natuurlijk waarom ik deze fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten in dit mandje en waarom ik ze fijn vond, zou ik gewoon zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ik begin even met twee producten voor het haar. En dat zijn deze twee producten van Nivea. Ik heb best wel dik haar. Eigenlijk heel erg dik haar. Het is lang. Mijn haar groeit ook heel dicht op elkaar. Ja, ik ben er wel heel blij mee hoor, want ik denk dat er zijn zoveel mensen, hoor ik soms wel eens, die dat ze heel graag zouden willen en die het niet hebben. Maar dat betekent wel dat je haar extra verzorging nodig heeft. En ik vind het vaak wel leuk om met een speciale gelegenheid bijvoorbeeld een krulletje in het haar te doen. Alleen bij mij is het zo, mijn krullen zakken heel snel uit. Nivea die heeft vorig jaar of anderhalf jaar terug volgens mij, als het niet langer geleden is, een hele verzorgingslijn voor het haar uitgebracht. En ik heb dit keer twee producten getest uit de Volume lijn. En ik heb hier allereerst deze spray. Dit is de Volume Root Lifting Spray. Deze belooft 24 uur een volume boost te geven. Er zit 150 ml in. Deze is echt om het haar te vormen. Heeft een ultra strong hold, staat hier. En het is, even kijken hoor. Stap 5 van de 6. Je hebt hier dus 5 of 6 stappen in. En dit is eigenlijk stap 5, zegt hij. Nou, dit is een innovatieve formule met een lichte olie. En geeft haarwortels een lift. En daardoor zou je dus meer structuur krijgen aan je haar. En je moet deze heel goed schudden voor gebruik. En dan moet je op 15 centimeter van je haar insprayen op nat haar. Dus ik heb dit eigenlijk ingesprayd op nat haar. En toen ben ik mijn rollers erin gaan draaien. Hij heeft een heel erg handig, eigenlijk een soort spray kopje, zeg maar. Waar gewoon een hele fijne hoeveelheid uitkomt. Het ruikt ook heel erg lekker. Die producten ruiken echt super lekker. En ik had wel het idee dat ik daarna echt wel heel goed de rollers erin kon draaien. En ik had ook het idee wel echt dat ze, dat ik de rollers de volgende dag eruit haalde, gewoon heel goed de krul erin bleef zitten. Want ik heb wel eens gehad dat ze er dan een beetje uitzakte. Dat gebeurde niet. Dus daardoor was ik wel heel erg onder de indruk. En ook gewoon vanwege de geur die die afgeeft. Daarna heb ik stap 4 van de 6 gebruikt. Ja, ik snap het niet helemaal hoor, want eigenlijk zou dit voor mij de eindstap zijn, maar het zal wel. Dit is voor vorm en finish en dit is de forming spray. Hier zit 250 ml in, belooft ook 24 uur een flexibele fixatie en droogt het haar niet uit. Even kijken hoor wat erop staat. Dit is een innovatieve formule en hier zit geen alcohol in. Er zit wel een lichte olie in en het droogt tot 2 keer langzamer in vergelijking met een standaard haarspray. Eigenlijk is dit een haarspray dus. Dit droogt dus veel sneller als een haarspray waar dus alcohol in zit. En eigenlijk, zorgt deze haarspray ervoor dat je haar dus ook gewoon niet uitdroogt. Deze moet je op 15 centimeter van je haar, droog haar, moet je deze insprayen. En hiermee kun je dus eigenlijk volume aanbrengen. Je moet het haar erdoor wat omhoog houden en dan kun je het een beetje kneden en dan geeft het wat meer volume. Hier zit ook eigenlijk een heel erg handig spraydopje op. Ook deze heeft een heerlijke geur. En het fijne van deze haarspray is dat je ze ook heel makkelijk kunt uitkammen. Dus stel je voor dat je eigenlijk geen zin hebt om meer je haar te wassen daarna.
kun je ze heel erg makkelijk, kun je dit eruit kammen. Ze hebben veel meer producten uit deze lijn. En ik vind het wel leuk dat ze een beetje onderscheiden worden door verschillende kleuren. Deze heeft bijvoorbeeld meer een beetje ja, groenblauwig. Het is meer groen, denk ik, als ik naar de dop kijk. Ja, dus eigenlijk vond ik deze twee producten heel erg fijn. Want ik ben altijd wel op zoek naar goede producten voor het haar. En deze bevielen echt super goed. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik een mascara van L'Oreal. Dit is de Bambi Oversized Eye Mascara. En dat is deze. Ik heb hem even in het doosje gelaten. Zodat je ook kunt zien hoe die eruit ziet. Mocht je de mascara willen aanschaffen, kan het makkelijker zijn om te zoeken in de winkel. Deze mascara belooft direct langere wimpers en een eindeloos volume te geven. Ik ga hem er uiteraard even uithalen. Ik vind de verpakking heel leuk vormgegeven, want er staat ook echt een heel klein bambietje op in het blauw. Super leuk. Het is een intense black mascara en dat vind ik zelf altijd heel erg, erg fijn. Dit borsteltje wat deze mascara heeft is een verlengd borsteltje. Ik ga hem je eventjes laten zien. Het borsteltje heeft wel echte haartjes. Dat zijn normaal niet echte borsteltjes waar ik heel erg fan van ben. Maar ik moet zeggen dat het wel heel goed werkte bij deze mascara. Ik ga ook gelijk heel eerlijk zijn. Ik had misschien toch wat meer volume verwacht. En misschien wat meer lengte. Maar vaak krijg je dit door heel veel laagjes aan te brengen. Ik ben dus niet iemand die 6 laagjes mascara op de ogen smeert. Dus ik had misschien wat meer verwacht van het resultaat. Maar het resultaat wat hij bij mij gaf, vond ik wel heel erg mooi. Dus ja, ik ben daardoor eigenlijk wel heel erg blij met deze mascara. Het is wel een wat duurdere mascara. Maar deze is ook heel vaak in de aanbieding. Dus mocht je nou denken, ik zou die mascara graag willen hebben, hou even de folletjes in de gaten. Want hij is hartstikke vaak in de aanbieding. Dan betaal je gewoon een stuk minder als dat hij gewoon normaal kost. Ja, dus ik ben toch wel heel erg blij met deze mascara. Ondanks dat ik er misschien wat meer van had verwacht, vond ik hem toch wel heel erg fijn. Dan heb ik een bronzer van Rimmel en dat is de Natural Bronzer. Dit is een ultrafijne bronzing powder en deze ziet er zo uit. Ik heb hem in de kleur 003 Sunset. Ook dit is een wat duurdere bronzer, maar deze heb ik ook kunnen kopen voor 5 euro. Het was dus een dagactie. Dan wil ik het ook wel eens proberen. Het doosje vind ik per definitie niet heel handig. Want kijk, hij gaat zo open. En ik ben normaal gewend dat je een doosje kunt openklappen. Ik vind wel dat hij een heel erg leuk patroontje heeft. Kijk, zitten streepjes in. Je hebt deze in diverse kleuren. Het is daarom soms een beetje lastig. Omdat je... ja, volgens mij komen de testjes nu wel weer een beetje terug. Maar vooral in de tijd dat er geen testjes waren, kan het soms een beetje moeilijk zijn om een kleur te bepalen als ze wat meer kleuren hebben. Maar ik ga hem even voor je swatchen. En dan is dit de kleur. Nou, misschien denk je het is best wel donker. Ik hou zelf van wat donkerdere bronzers, omdat ik ze altijd heel erg mooi uitblend. En ik vind het gewoon mooi als je het goed kan zien, want ja, daarom contour ik. Dus ja, ik vond hem zelf wel heel erg mooi. Hij belooft dus eigenlijk een naturelle look te geven. En op zich zie je het ook wel terug hoor. Je ziet echt wel dat het niet heel overdreven is. Maar je kunt hem natuurlijk zo dik aanzetten als dat je zelf wil. Maar ja, ik vond het toch wel heel erg leuk dat ik nu eens een keer een bronzer heb getest. Die toch uit een wat duurder merk komt. Nou is Rimmel niet overdreven duur, maar als je Catrice of Essence gewend bent, is de prijs natuurlijk wel wat hoger. En ben ik er toch wel heel erg tevreden over. Dus ik ben heel erg blij met deze bronzer. En ik kan deze zeker aanraden, maar ook hiervoor geld. Hou eventjes bij de Kruidvat de dagacties in aanbieding. Want hij is regelmatig in de dagactie en betaal je 5 euro voor zijn bronzer. Nou, dan is het nog wel eens leuk om te proberen, vind ik zelf. Dan heb ik hier een lipcare booster. Dit is een lip peeling en deze is van Essence. Hij ziet er heel leuk uit. Hij heeft kleine avocadotjes op de huls staan. Vind ik wel heel erg leuk. En hier zit 10% aan avocadoolie in. Deze belooft moisturizing en zachte lippen. Nou, dat is natuurlijk altijd heel erg fijn. Wat ik tegenwoordig doe met een lippeeling, ik breng hem gewoon aan voor het slapen gaan. Want je hoeft hem dus niet te verwijderen. Dat dacht ik eerder ook, omdat je dat dus met gezichtspeeling en huidpeeling wel doet. Maar lippeeling hoef je niet te verwijderen. En ja, hij ruikt heel erg lekker naar avocado. Hij is dus groen
En ik merkte eigenlijk al gelijk nadat ik hem had opgebracht dat hij gewoon heel erg veel kleine deeltjes bevatte. En dat vind ik heel erg fijn, want ik merk soms bij scrubs dat ze dan niet echt fijne deeltjes bevatten. Ik merkte gelijk dat er scrubdeeltjes in zaten. Mijn lippen werden er heel erg lekker zacht van. Ik ben heel erg enthousiast over deze lipscrub en ik ga hem echt, ja, lip peeling. Ik ga hem echt nog heel erg vaak gebruiken, want ik werd er gewoon heel erg blij van. Dus dat is die. Dan heb ik hier een nagellakje van Catrice. En dit is een topcoat. Dit is de Quick Dry Topcoat. Deze droogt in 40 seconden. En ja, ik vind dat zelf altijd heel erg fijn. Ik gebruik altijd topcoat bij nagellak. Vind ik echt een hele belangrijke stap. Want het beschermt je nagellak. Het geeft wat meer glans. En ik vind het altijd wel fijn om wat verschillende uit te proberen. Maar deze die droogt gewoon heel snel. Dat vind ik zelf heel fijn. Het is niet dat je na 40 seconden gelijk weer alles kan doen. Maar het is in ieder geval, hij is al wat droger. En ik wacht altijd zelf echt wel wat langer tot hij echt helemaal goed uitgehard is. Maar ik vond hem wel heel erg fijn. Hij geeft een hele mooie glans. Ja, langhoudende duur van de nagellak vind ik soms een beetje lastig. Want het ligt soms ook aan de nagellak. Want de ene nagellak is gewoon heel langhoudend en de ander niet. Dus deze heeft ook weer een dubbele dop. En dan is dit het kwastje. Kijk, eigenlijk gewoon een heel basic kwastje. Maar ik vind hem zelf heel erg fijn. Je ziet ook eigenlijk al dat hij niet heel proper meer is. Want je ziet dat ik hem al best wel een aantal keer gebruikt heb. En dat hij dan een beetje de kleur van je nagellak aan gaat nemen. Maar ik vind het wel een hele fijne topcoat. Die echt wel een blijvertje is voor mij. Dus die vond ik heel fijn ook. Ik moet eventjes hier een beetje in zoeken hoor. Want er zit zoveel in momenteel. Ja, dan heb ik hier nog twee lipsticks van Essence. En dit zijn de Stay 8 Hour Matte Lipsticks. Die heb je al wel vaker in een video van mij voorbij zien kunnen komen. En ik vond deze lipsticks gewoon heel erg fijn. Dit zijn dus matte lipsticks. Ze drogen dus mat op. Maar ik heb er een aantal eerder getest. Die bevielen me zo goed. En toen zag ik eigenlijk nog twee kleuren die ik nog niet had. Toen dacht ik, oh, die zou ik ook wel graag willen proberen. Ik heb hier allereerst de kleur 02 Duckface. Zijn heel hoog gepigmenteerd. Ik zal eventjes het applicatortje laten zien. Ze ruiken ook zo lekker. Het is een heel plat applicatortje, maar je kunt er eigenlijk prima mee werken. Ik zal hem hier even op mijn hand swatchen. Dan is dit de kleur. Het is eigenlijk een beetje, het is niet echt nude. In de verpakking lijkt hij meer nude. Maar het is wel eigenlijk een heel draagbaar kleurtje. Die eigenlijk heel goed bij een hele felle ooglook zou kunnen. Dus die vond ik echt heel erg mooi. Blijven gewoon goed zitten. Drogen de lippen ook niet echt uit. En dat vind ik zelf altijd wel heel fijn. Want ik heb soms wel het idee dat sommige matte lipsticks kunnen je lippen zo erg uitdrogen. En dat doen deze dus niet. Ik heb dan ook nog de kleur 05 Date Proof. Die zal ik ook even swatchen. Dit is weer meer een roze kleurtje. Daar hou ik ook gewoon van natuurlijk. En die ziet er dan zo uit. Hele mooie kleuren. En ja, ik wist natuurlijk al dat ik ze heel erg fijn vond. Maar ik vind het heel erg leuk dat ik nu deze twee kleuren er weer aan kan toevoegen. Er zit nog een stickertje op dat ze maskproof zijn. Nou, dat kan in de trein bijvoorbeeld heel handig zijn. Omdat je daar nog een mondmasker moet dragen. Maar ja, over het algemeen dragen we eigenlijk niet echt mondmaskers meer. Tenminste, ik heb hem niet meer hoeven dragen sinds het eraf is gegaan. Maar inderdaad, in het openbaar vervoer kan het natuurlijk heel erg handig zijn. Dan heb ik een cover concealer van de True Skin lijn. En deze is Waterproof en Hyaluronic Acid zit erin. En deze is van Catrice. Deze belooft 18 uur hydraterend te zijn. Ik heb deze in de kleur 005 Warm Macadamia. En het is eigenlijk een concealer met een hele hoge dekking. Die ook echt heel fijn inblendt. Je kunt hem echt heel erg mooi gewoon in je huid blenden. En hij geeft inderdaad echt een hoge dekking. Want ik heb de laatste tijd best wel last van wat donkere plekken onder mijn ogen. Nou, die haalde ik echt wel weg met de concealer. Je hebt hem in diverse kleuren. Eigenlijk is deze kleur net iets te warm. Dus ik zou eigenlijk nog een keer een lichter kleurtje hiervan willen hebben. Het sponsje is ook wat groter als bij de meeste concealers. Maar hierdoor kun je hem lekker ruim aanbrengen. Kijk, en dan is dit de kleur. Hij lijkt zo op camera nog best wel oké.
Maar onder mijn ogen vond ik hem soms wat te donker. Maar op zich, het was niet heel verkeerd. Maar een tikje lichter zou misschien niet heel erg zijn. Maar hij heeft dus echt een hele hoge dekking. Dus daar was ik echt wel heel erg enthousiast over. Dus deze vind ik ook echt een aanrader. Hij is ook inderdaad echt wel licht waterproof. Een klein waterregenbuitje zou je wel overleven. Maar je moet er niet mee onder de douche gaan staan. Want dan ben je hem wel kwijt, denk ik hoor. Want ja, dat wordt hem gewoon niet. Maar het is echt wel een hele fijne concealer ook. Ik zie dat ik nog heel veel cartridge en zo heb liggen. Dus het wordt echt een beetje allemaal random door elkaar. Probeer ik het te doen. Dan heb ik nog een mascara. En dit is de mascara van Essence. En dit is de Lash Princess. Dit is de False Lash Effect mascara in een waterproof variant. Nou, deze mascara's die zijn inmiddels wel vrij bekend. Want die hebben natuurlijk dit hele leuke vormpje sowieso. En ook die leuke dop. Want dit is een soort rubber wat erop zit. Ze hebben hier al diverse kleuren en varianten van. En ik vond die zo fijn. En dit is dus de waterproof variant. Dit is dan een borsteltje waar ik wel weer heel erg blij van word. Heel fijn borsteltje. Ik vond de mascara ook gewoon echt heel erg fijn. Gaf een heel mooi effect aan mijn wimpers. Ja, klein regenbuitje zou die ook zeker wel overleven. Maar het is gewoon een hele fijne mascara. En die een heel erg mooi effect gaf. Dus ik was heel erg enthousiast over deze variant ook. Dus ook weer heel erg blij mee. Kan die lekker naar mijn stash. Kan ik hem lekker veel gaan gebruiken. Dan heb ik hier drie nagellakjes. En deze komen uit de Sally Hansen Insta Dry Prismatic collectie. En ik heb hier dus drie kleurtjes. Ik begin gewoon even met deze. Dit is de kleur 030 Glow Gather. Nou, die vond ik zo mooi. Hele mooie dekking geeft die. Blijft ook echt wel heel goed op de nagels zitten. En deze gaf een mooiere dekking dan ik dacht. Want hij heeft eigenlijk een soort, ja, er zitten geen glitters in echt. Maar een soort metallic effect gaf hij meer. Ik zal even het kwastje laten zien. Kijk, want het kwastje ziet er eigenlijk gewoon zo uit. Heel basic, niet heel speciaal. Maar ik vond de kleur gewoon zo mooi. En daar was ik wel heel erg van onder de indruk. Dat had ik niet echt verwacht. Ik was eigenlijk een beetje bang dat die te licht zou zijn. Dat mijn witte nageldeeltjes er doorheen zouden komen. Maar dat was totaal niet het geval. Dus die vond ik heel erg mooi. Oh. Dan heb ik hier een wat meer paarsachtig kleurtje. Deze heeft de naam 050 The Future is a Fuchsia. Dus eigenlijk is het een fuchsia kleur. Hele mooie kleur. Ook eigenlijk een, ja, ze geven een prismatic glow. Dus het is niet dat je dat het helemaal niks doet. Dus het is gewoon echt een heel mooi effect geeft. Die ook deze hele mooie dekking bleef best wel goed zitten. Super mooi kleurtje. Super blij mee. Echt super leuk. En van deze kleur was ik ook erg onder de indruk. En dat is deze. En dit is de kleur 035 Conjoen Copper. Het is eigenlijk een koper kleurtje. Kun je ook al wel een beetje zien. Deze had een heel licht glittertje erdoorheen zitten. Super mooi. Super mooi bleef die zitten. Het zag er gewoon heel mooi uit op de nagels. Ja, ik was heel erg onder de indruk van deze kleuren. Dus ik vond ze echt weer fantastisch. Nou, dan heb ik ook nog weer drie liquid lipsticks van Catrice. En dit zijn de Pro Ink No Transfer Liquid Lipsticks. Deze beloofden tot 12 uur te blijven zitten en drogen dus mat op. Ook deze heb ik al eens eerder een aantal van in de video laten zien. Die vond ik zo fijn dat ik nog een paar kleuren heb bijgehaald. Allereerst vind ik de dop heel erg mooi, want die zijn dus goud. Die is goudkleurig, ziet er heel mooi uit. Dan heb ik hier allereerst de kleur 020 Cornifies is Key. En ja, ik vind ze gewoon heel erg fijn. Ook heel draagbaar, drogen de lippen niet uit, worden mooi mat, blijven ook heel goed zitten. Deze hebben eigenlijk een vrij normale applicator. Niet heel breed of zo, maar je kunt er prima de lipstick mee aanbrengen. Dan is dit het kleurtje. Je ziet ook gelijk dat hij heel goed gepigmenteerd is en dat vind ik altijd super mooi. Ook deze hebben zo'n heerlijke geur. Ik weet niet wat dat is. Dat sommige producten zo'n lekkere geur kunnen hebben. Dat merk ik toch wel vaak bij liquid lipsticks. Vooral die van Catrice & Essence. Die zijn gewoon heel erg lekker ook van geur.
Dan heb ik hier de kleur 010, Trust in Me. En dat is dit kleurtje. Die had ik misschien beter eerst kunnen laten zien, maar ik heb de eerste de beste die voor het oprapen lag gepakt. Ook een heel mooi kleurtje. Eigenlijk heeft hij heel weinig informatie over, nodig, omdat ik natuurlijk al heel veel heb verteld over deze net. Maar deze is ook zo super mooi. Kijk, hij lijkt misschien een beetje op die andere, maar als je echt een mooi mat opdroogt, zie je dat hij een tikje lichter is. Ze lijken wel iets op elkaar, maar het zijn echt twee hele andere kleuren. Dus ja, het is gewoon leuk dat ze zoveel kleuren uitbrengen, want eigenlijk is er zo voor iedereen wel een kleurtje die hij misschien mooi vindt, als je hiervan houdt natuurlijk. De laatste kleur die ik heb, dat is de 050 My Life, My Decision. Dat is deze kleur. Die is dan wel wat lichter. Die gaan we even ernaast aanbrengen. Oh, donkerder. Nou, wat stom hè. Hij leek in de, hier zo in het hulsje lijkt hij een stuk lichter als de andere kleuren. Maar hij is dus eigenlijk wat donkerder. Maar ook deze vind ik heel erg mooi. Ik vind dit ook drie hele draagbare kleuren. Je moet ervan houden, daar blijf ik altijd bij. Ja, ik vind het leuk om gewoon heel veel lipsticks in opvallende kleuren te hebben. Nou vind ik dit nog wel meevallen qua opvallendheid, want ze zijn heel draagbaar. Maar ik vind het drie hele mooie kleuren en het zijn gewoon hele fijne lipsticks. Mocht je nou benieuwd zijn naar die lipsticks, kijk gewoon een keer in het schap, want ze hebben zoveel kleuren. Echt, er zit voor iedereen wel een kleurtje bij die je mooi zou kunnen vinden. Dus zeker een aanrader. Ja, dan heb ik twee highlighters. En deze highlighters die zijn dan weer van Essence. En dit zijn de highlighters. Deze hebben ze al eens gehad in kleinere varianten. En nu hebben ze dus ook grote varianten. Ik heb hier allereerst de kleur 02 Sunshowers. Heel erg mooi. Dit zijn hele zachte highlighters. Qua structuur is het gewoon een hele zachte poeder. En hij is heel erg mooi op te bouwen en heeft een echt wel een hele goede pigmentatie. Er staat in de pen staat de highlighter Luminate Glow. Dat is wel heel erg leuk gedaan. Ook leuk van die streepjes. Ik vind het altijd een leuk extraatje. Alleen het is altijd heel jammer, want zodra je zo'n product gaat gebruiken, ben je het natuurlijk ook weer kwijt. Want ja, dat gaat natuurlijk vervagen. Kijk, dit is dan de kleur. Hij is wat warmer. Hij is meer aan de gouden kant. Ik vind het altijd hele mooie kleuren ook voor in de winter. Dit is dus een wat warmere highlighter. Je ziet hem misschien nu niet heel goed, maar als je hem echt opbouwt, zie je hem heel erg goed. Ik zag hem op mijn gezicht heel erg goed, maar dat zegt niet altijd wat. Want een swatch die kan heel licht zijn. En dan op het gezicht kan die echt een mega effect geven. Ik heb hem ook in de kleur 01 Mesmerizing. En die ziet er dan wat lichter uit. Verder is hij eigenlijk hetzelfde vormgegeven. In beide verpakkingen zit 9 gram aan highlighter. Nou, de binnenkant is verder gewoon helemaal hetzelfde. Alleen de kleur is anders. Die gaan we eventjes hiernaast doen. Kijk, dat is deze. Die is dan weer wat koeler als deze. Dus die heeft een wat koelere ondertoon. Vind ik ook heel erg mooi. Ik vind, over het algemeen vind ik koele tonen heel erg mooi. Maar deze vind ik dan ook heel erg mooi, omdat hij niet heel warm is. Hij is licht warm. Hele mooie highlighters. Ja, jammer dat hij met zwartje niet heel duidelijk is. Maar het zijn wel echt highlighters die echt wel heel erg mooi op je gezicht staan. Tenminste, dat vond ik zelf hoor. Ieder zijn mening is anders. Maar ik vond het echt wel hele fijne highlighters. Ik vind het ook leuk dat ze nu weer eigenlijk met een vernieuwing zijn gekomen. Omdat die vorige twee vond ik ook wel heel erg fijn. Dan heb ik nog drie liquid lipsticks. Ja, het was echt de maat van de liquid lipsticks voor mij. En dit zijn de lipsticks van Max & More. Dit zijn dus drie lipsticks. Max & More is tegenwoordig ook vegan. Dus misschien even handig om te vermelden. En deze hebben een matte finish en een hoge pigmentatie. Ik heb hier eventjes kijken hoor. De kleur staat het er ook nog op. Dat zou wel even handig zijn. Ik heb hier nog wel de doosje staan. Ja, dit is de 352 Shy. Ik ga er niet heel uitgebreid op in, want ik heb hier ook al een aparte video over gemaakt. Die zal ik wel even in de beschrijving zetten. Dat is dan net zo makkelijk. Gewoon een basic applicatortje. Is weer wat smaller als de applicaties van Catrice bijvoorbeeld. Dit is hem dan. Deze is wat donkerder van kleur. Heel erg mooi.
Deze hebben dan weer een minder lekkere geur als die van Catrice en Essence. Dus dat is dan altijd weer een beetje het verschil. Maar heel mooi kleurtje vind ik dit ook. Dan heb ik hier de 356 Blush. Dat is meer een roze kleurtje. Heel mooi ook. Kijk, dat is die. Heel erg mooi vind ik zelf. Ja, ik hou hier gewoon van. Dan vind ik het ook leuk dat het straks weer naar mijn stash toe gaat. Want dan kan ik het gewoon weer vaker pakken. En de laatste kleur die ik daarvan heb, dat is de 364 in Love. En dat is echt een rode. Daar moet je wel van houden, moet ik altijd zeggen. Maar ja, ik hou ervan. Kijk, die is best wel intens rood. Maar zo mooi. Ze drogen echt heel mooi mat op. Het duurt wel eventjes. Maar het zijn hele mooie kleuren. Maar goed, de volledige video is te vinden van deze lipsticks op mijn kanaal. Ik zal hem dus eventjes linken in de beschrijving. Dan twee mascara's van Catrice. En dit zijn de Lift Up mascara's. Dit zijn de Volume en Lift mascara's eigenlijk. Ik heb hem in de gewone en de waterproof variant. Ik zit inmiddels helemaal onder de liquid lipstick, maar hey, we gaan gewoon door. Ja, deze hebben een nieuwe lash lifting technologie. En ik vind de hulzen al heel anders, want ze zijn van een soort rubber gemaakt. Het is niet zo standaard plastic hulzen die je normaal vaak ziet, maar meer een soort, ja, beetje rubberachtig. Deze mascara heeft de naam 010 Deep Black. Het is dus eigenlijk gewoon een volume mascara. Meer staat er niet op. Er zit 11 ml in. Vegan. Dat moet even weten. Dan is dit het borsteltje. Ja, het borsteltje, daar ben ik niet echt kapot van. Want het heeft weer wat kortere haartjes. Daar word ik niet heel erg gelukkig van. Maar het resultaat van de mascara, daar was ik heel erg tevreden over. Want ik vond het effect zo mooi wat hij gaf. En ik weet dat dit soort borsteltjes het beste werken als je een volume mascara hebt. Maar ik heb er een beetje een haat-liefdeverhouding mee. Want dit soort borsteltjes belanden nog wel eens in mijn oog. Maar ik vond het resultaat zo mooi. Ik zag echt veel volume. Gaf hij mijn wimpers echt een lift? Nou, het was meer volume. Maar dit kun je natuurlijk ook zelf een beetje een handje helpen door gewoon even een wimperkrulletje erin te doen. Maar het resultaat was echt wel heel erg mooi. Ik zag gewoon echt een hele mooie mascara terugkomen op mijn wimpers. Daar was ik heel blij mee. En ik laat de waterproof variant natuurlijk ook zien. Deze heeft de naam 010 Deep Black Waterproof. Nou, is dan weer blauw. Verder is die helemaal hetzelfde. Ook het borsteltje is verder hetzelfde. Kijk, dat is gewoon helemaal hetzelfde. Hetzelfde resultaat, ook super mooi. En deze is dus ook echt waterproof. Want ik heb hem eens eventjes getest. Ik heb hem eens eventjes op mijn hand aangebracht. En ik heb er water overheen laten lopen. Deze liep dus niet uit. En deze loopt dan wel uit. Maar ja, dat is logisch, want deze is niet waterproof. Dus door de regen kun je deze zeker echt gaan gebruiken. Want dat overleeft hij. Dus eigenlijk gewoon twee hele fijne mascara's. En ondanks dat ze hetzelfde zijn, is het dus je voorkeur. Neem ik waterproof, neem ik een eentje zonder waterproof formule. Maar het werkt dus wel echt het waterproof. En deze mascara's zijn ook zeker aanraders. Ondanks dat ik de borsteltjes niet geweldig vind, de mascara is top. En dan ben ik toe aan het laatste product. En dat is een oogschaduwpalette van Max & More. Ik heb hem nog even in de doosje zitten. Op de achterkant zie je dan ook de kleuren. Dat vind ik leuk, want er staan de namen dan ook in. Dit is de 501 Wild Sunrise. En Max & More die heeft, volgens mij is dat al wel weer een jaartje geleden ongeveer, hoor, dat ze met nieuwe make-up kwamen. Er zaten dus ook nieuwe oogschaduwpaletten in. Dan brengen ze dus nog steeds nieuwe kleuren vanuit. Nou, de verpakking is nog steeds wel een beetje goedkoop, deze, want het voelt echt wel een beetje plasticachtig aan. Op de achterkant staan trouwens ook de namen nog een keer vermeld, hoor, dus dat is wel handig om te weten. Dit palette is ook echt compleet vegan, dus dat is natuurlijk fijn om te weten. Er zitten 12 kleurtjes in. Je krijgt bij dit palette nou een dubbelzijdig applicator. Ik gebruik deze nooit. Maar voor mensen die net met make-up beginnen is dit natuurlijk ideaal als je zelf geen kwastjes hebt. Ik vind dit niet de fijnste kwastjes, maar hey. Dan is dit het palette. De pens zijn niet heel groot. Ze zijn wat langer, maar je kunt ze prima in dippen. Nou, ik was heel erg onder de indruk van de pigmentatie hiervan. Je kunt hier hele mooie ooglooks mee maken. Ik ga uiteraard een paar kleuren voor je opnemen.
Op mijn hand zien ze er dan zo uit. Ik ga hem even anders neerleggen voordat hij valt. Zo. Dan zal ik ze eventjes op mijn arm plaatsen. Oké, dat ging niet helemaal goed. Dat doen we nog een keer. Ja, het moet wel even goed gaan natuurlijk, hè. Ik ga ze wel even op mijn hand doen. Dit zijn de kleuren. Nou denk je op het eerste ogenblik misschien, ik vind die pigmentatie helemaal niks. En dat was mijn eerste reactie eigenlijk ook. Van nou, de pigmentatie valt toch wel een beetje tegen. Ik had hier wat meer van verwacht. Maar zodra je de kleuren gaat opbouwen op je oogleden, zijn ze echt heel erg mooi. En kun je er hele mooie ooglooks mee maken. Zoals ik net al zei, een zwart zegt echt niet altijd alles. Want bij het zwartje kan je denken, dit is niks. En dan ga je ermee eigenlijk aan het werk op je oogleden. En dan is het gewoon fantastisch. Dat gold voor dit palet ook. Je kunt er echt wat diverse looks mee maken. Er zitten shimmer kleuren in en ook matte kleuren. En met shimmer kleuren bedoel ik dus dat er eigenlijk een soort klein glittertje in zit. Dat zie je ook wel duidelijk terug. Maar het is echt wel een heel erg mooi palet. Ook heel erg leuk voor mensen die net beginnen met make-up of het weer een beetje willen oppakken. Dit zijn hele betaalbare oogschaduwpaletjes en het is heel leuk om hiermee te beginnen, om een beetje te gaan experimenteren. Dus ja, ik vond deze wel heel erg mooi. Ik vind het jammer dat de swatch nu niet helemaal goed overkwam, maar ik kan je garanderen dat hij echt heel erg mooi is, het palet zelf. Dan waren ze dit weer, mijn favoriete producten van september. Ik was zelf eigenlijk ook wel verrast dat ik wel heel veel lipsticks heb getest. En het was voor mij ook weer even een verrassing wat er allemaal in zat. Maar dat zeg ik wel vaker, want ja, dat is ook gewoon echt zo. Maar ja, stuk voor stuk vond ik het een fantastische product. En ben ik blij dat ze mijn stash ingaan, want dan ga ik ze weer lekker vaker kunnen gebruiken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het interessantste product vond wat ik heb laten zien. Of misschien zat er wel helemaal niks bij. Wat jij interessant vond, kan natuurlijk ook. Laat het zeker weten bij de comments. Misschien zit er een product bij wat je graag zou willen proberen. Zou ik het ook leuk vinden om te horen. Maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Drop dat rondje met mijn gezicht drukken of even op mijn kanaal zelf. Er staat die rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Wil ik je voor nu bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doei!